De gezamenlijke vakbeweging die heeft er de afgelopen periode van zich laten horen, vooral wanneer het aankomt op BTW. Wat ze eisen is een rechtvaardige spreiding van BTW. En de strijdende bonden zeggen verder dat de BTW-wet ook moet gelden voor de casino's, hout en de goudsector. We spraken hierover met belastingdeskundige, tevens BEP-fractieleider Ronnie Asabina. En aan hem vroegen wij wat hij denkt van de eis van de bonden. Dus als we kijken naar die BTW, dan zouden we zeggen, de vakbeweging of delen daarvan maken een punt. Want als we dat zaakje zo'n beetje in kaart brengen, dan zien we dat bepaalde bonden niet meedoen. Hè? Ik heb CLO niet gezien. Ik heb de moederbond niet gezien. Ik heb die bond waaraan mijn collega leiding geeft. Als zijn BVL heb ik niet gezien of gehoord. En zo zijn er ook andere bonden. Dus jammer genoeg dat de vakbeweging in Suriname zo versnipperd erbij staat en ligt. Maar we kunnen even, om een gebalanceerd antwoord te geven op uw vraag, moeten we teruggaan naar 2022. In dat jaar hebben de vakbeweging, het bedrijfsleven en de overheid, in deze de regering, zijn ze een compromis, een overeenkomst, hebben ze gesloten onder de naam Tripartiet Akkoord. En in het Tripartiet Akkoord is opgenomen dat pas nadat die BTW-wet was goedgekeurd en afgekondigd, zou men eventueel praten over een nieuwe loonronde. En wanneer zou die loonronde komen? 1. Als die inflatiecijfers in 2022 de grens van 50% zou hebben gepasseerd. Wat de vakbeweging heeft toegelaten, is dat de vakbeweging eraan heeft meegewerkt dat er eerst een deal is aangegaan met de regering voordat die BTW-wet is aangenomen. Dus de vakbeweging is debet aan deze situatie. Die overeenkomst met de regering is, of in juli, ja, is die deal gesloten. En die BTW-wet is in augustus aangenomen. En alsof dat niet genoeg is, voor mij nee, nadien is die overeenkomst zo. Heeft de regering in december die wet weer aangepast. Met als gevolg, dan wel met als inhoud, dat die belastingdruk zwaarder is geworden. Want in december heeft men, buiten alle afspraken om met de vakbeweging, heeft men, ik weet niet wat men in december heeft. Ik denk dat men in december 5% op benzine, toch? Brandstof heeft men ingebouwd. Want in die wet die in augustus was aangenomen, was dat niet erbij. Dus wanneer de regering zegt dat met die aanpassing van de wet in september, jongsleden, ja, eigenlijk zaken in ere zijn hersteld, dan klopt dat ook niet. Want die wet die in augustus was aangenomen, daarin kwam niet voor dat er BTW geheven zou worden op elektriciteit. Dat er BTW geheven zou worden op gas. Dat er BTW geheven zou worden op water. Die dingen kwamen niet daarin voor. Dus wat we meemaken, en ook in december, is ook, ja, is op water. Ja. En dat er BTW geheven zou worden op huurwoning. En op transport, goederentransport. De vakbeweging, moet ik zeggen, voor een deel zijn ze uit een winterslaap. Nadat men heeft ingezien dat
van de arbeidersklasse men de win van voren en achteren kreeg. Dus ik hoop dat men zich niet meer laat pakken door de regering. Of, laat maar zeggen, onder één hoekje zal blijven spelen met de regering. Maar om een lang verhaal kort te maken, de rek is eruit voor grote delen van dit land. Maar we zien dat de regering zich opstelt alsof men een olifanthuid heeft. Zodanig dat men maar toch, de portemonnee van de gemiddelde burger zwaarder en zwaarder blijft belasten. En dat kan niet, want het gaat erom dat de staat geld moet hebben om de staatshuishouding draaiende te houden. Niemand heeft moeite ermee. Maar hoe en waar? Dat is de hamvraag. En we zien dat waar men het geld moet halen, het zou bijna willen zeggen dat men tegen beter weten in, toch? Die mannen maken rechtsomkeer. De mannen hebben Godapé. We hebben meermalen in het parlement hier gesproken, zelfs als u het herstelplan van de regering, als u daarin een duikje neemt, dan zult u zien dat al die maatregelen die getroffen moeten worden, netjes onder elkaar zijn gezet. Maar we zien niet dat men een aanstalte maakt. Recentelijk, ik weet, een maand terug, had de president, van mijn laatste regeringsvergadering, de VP zat naast de president. Ik viel bijna van mijn stoel toen de VP aanhaalde van ja, het is wel waar dat we 19 miljard SRD op jaarbasis kunnen halen uit de kleinschalige gouwsector, maar door miscommunicatie is het staatsbesluit niet geslagen. Wie hou je voor de gek? Toch? We hebben meermalen hier in het parlement aangehaald, regering, wat je moet doen, je moet die parastatale gaan doorlichten. Want wat we merken is dat en de vorige minister van Financiën en deze minister heeft het bevestigd in het parlement. Er zijn het gros van die parastatalen houdt belasting in en het wordt niet afgedragen aan de staat. Loonbelasting wordt ingehouden, omzetbelasting werd ingehouden, winstbelasting die men maakt, ja, winst en winstbelasting wordt niet afgedragen. Wat is het verschil nu dat men dat EBS wel BTW gaat inhouden, de klant BTW in rekening zal brengen en dat wel zal afdragen aan de staat, maar loonbelasting die men inhoudt bij de loontrekkers, hetzelfde geldt voor SWM, dat men dat niet afdraagt aan de staat. Ja toch? Dus eigenlijk wat we moeten doen in dit land, de regering, en alsof dat niet genoeg is, want We staren ons blind op die BTW. Maar wat we niet over het hoofd moeten zien, waarom is de vakbeweging toch niet in actie gekomen? Doordat jij en ik, we betalen voor inefficiëntie wanneer het gaat om het tarief van energie, wanneer het gaat om het tarief van water. Inefficiëntie weer pijn, toch? Want als die doorlichting niet heeft plaatsgevonden, dan inefficiëntie weer pijn. Toch? En dat kan niet. Dus, nogmaals, de regering ziet, of eigenlijk moet ik zeggen, ik weet niet of men heilig ervan overtuigd is, maar de praktijk is daar, dat als men onvoldoende geld heeft, en men wil dat gaat dikten, dan gaat men met bij de burger. Maar men gaat niet bij die bedrijven. En dan heb ik niet eens alleen over die lokale bedrijven. Die man gaat naar de multinationals. Want sinds jaar en dag gillen we hier in het parlement. En de voorzitter van het parlement die heeft zelf aangegeven. Ja, er komt een evaluatie van die Delftse overeenkomsten. Ik heb keer op keer hier aangedragen. Wanneer zijn die multinationals in dit land, wanneer zijn ze onderworpen aan een boekenonderzoek? Ik tot nu toe heb ik geen antwoord gehad. Terwijl we weten dat wereldwijd multinationals kampioenen zijn wanneer het gaat om belastingontwijking. Ja toch? Tussen de regels, die mazen,
door proberen om gelden uit het land te halen. Ik heb hier ook aangegeven, u staat er nu bij stil, hoeveel experts. Experts zijn internationale experts die hier komen werken. Tientallen, honderden in de olie- en gassector zijn ze actief. Maar wat doen ze? Zogenaamd, ja, komen ze hier en waar ze misschien $15,000 per maand ontvangen, wordt misschien $3,000 hier gestort. En het resterend bedrag, die mij stort in het raconte, waardoor alleen aan $3,000 belast. We hebben gezien dat Suriname, we hebben geen belasting verdragen. Alleen ten tijde van die onafhankelijkheid hebben we eentje cadeau gehad van Nederland. Dus al die bedrijven die hier moeten komen investeren, als die mannen hier komen investeren, moeten ze dubbele belasting betalen. Moeten ze en in hun land en in Suriname betalen. Afgezien van CARICOM, want we hebben CARICOM. Zelf belastingparagraaf, verdrag van Chagaramas, hebben we niet ondertekend. Maar waar ik naartoe wil gaan, al die bedrijven, ze liggen anker naar Nederland. Je hebt op een postbusbedrijf daarbij, dat je mij kon ja, waardoor een monisa salaris moest kiezen, Holland te kiezen, want je mag op een bedrijf daarbij toe. Dus we zijn nogmaals een land van gemiste kansen. Daar waar wij het geld moeten gaan halen, gaan we niet. Je ziet, we maken wel allemaal zwijgen, dat we komen geraden we maken. Ik kom net van een meeting, een commissievergadering meeting, over een initiatiefwet om die wet op inkomstenbelasting aan te passen op het gebied van dividendbelasting. Die man vindt dat dividendbelasting moet schaffen. Maar wie zijn de mensen? Sommige mensen zijn bij dividendbelasting. Wat is dividend? Dividendbelasting, die man de aandeelhouder van een NV, die ouwens Mickey, dan mogen ze een deel van die winst uitkeren als winstaandeel. De winstaandeel dat die belasting werd voor je taak in belasting voor 25%. En dat is internationaal gangbaar. De dividendbelasting. Daar waar Suriname, ja, wij staan verlegen voor financier basale en voorzieningen. En ons gezondheidsstelsel staat op instorten. Ik heb verleden nog een gesprek gehad, trouwens de president heeft het ook beaamd, de minister van NH, dat ESWN technisch failliet is. U staat er niet bij stil, hoe mensen maar normaal hebben we een druppel water uit de kraan. Toch? Vandaag staken een openbaar vervoer ligt stil, dus we hebben geld nodig. En juist is maar soms aan money. Dus maar dat we dat niet, we gaan die belasting afschaffen, we gaan dividendbelasting afschaffen. Dus de vraag concreet, wat is aanleiding om een situatie mee te maken waarbij de gevestigde orde, de burgerjuice, dat ze constant worden beschermd. We hebben het gezien bij de wet op de jaarrekening. We zien het weer en we zeggen we gaan BTW heffen op water, elektriciteit, openbaar vervoer. Ja, als u die 17 ontwikkelingsdoelen op een rijtje zet, dan is het doelen dat die economie, dan zeggen we daar moet men heffen, maar de financiële sector niet. Toch? Waar ligt die logica? Gaat het om belangen en nogmaals belangen? I don't know, maar ik denk iedereen die verstand heeft, die kan inzien, ja, waar het probleem ligt. En we zien dat de bonden aangeven, zoals u daarnet zei, dat het geld ergens anders gezocht moet worden. Zij noemen op de casino's, hout- en goudsector. Ja, is dat voldoende? Dus kijk, er zijn legio mogelijkheden om het geld. Dus afgezien van die sectoren waarover men praat, maar reguliere sectoren. Wat je moet doen, je moet werken aan die randvoorwaarden. We hebben net gesproken met een afvaardiging van de Belastingdienst. En bij deze gelegenheid is ook aan de orde gekomen dat de Belastingdienst als kern- en kennisinstituut, als een handhavingsautoriteit, bij lange na niet in staat is. Toch? Om zich
goed te kwijten van haar core business. En wat is de core business van de Belastingdienst? Ervoor zorgen dat een ieder die volgens de wet belasting moet betalen, dat die mensen, dat die bedrijven, die zelfstandigen, die burgers, die belasting afdragen. De Belastingdienst moet toezien dat dat gebeurt. Maar als die pakkans niet gezond is, als die controle dichtheid niet is wat het wezen moet, wat ga je krijgen? Je krijgt een situatie waarbij ondernemers, zelfstandigen, bedrijven, gelden die thuishoren in staatgas, ze innen het wel, ze brengen de klant omzetbelasting en BTW in rekening, ze houden loonbelasting in van die werknemers en ze stoppen dat in hun zak. Want in troebelwater is het goed vissen. Ja, toch? En daaraan, dus je moet werken aan die randvoorwaarden. En als je dat niet doet, dan ga je gillen. Het geld ligt in de hoofdsector, het geld ligt in de visserijsector. Maar amoni daar de advocatuur toe. Amoni daar de datra toe. Amoni daar de supermarkt toe. Ja? Is de vakbeweging nagegaan of die sectoren wel betalen? Is de vakbeweging nagegaan hoeveel de landbouwsector afdraagt aan belasting? Nee. Dus wat we moeten zeggen, nogmaals, we zijn een land van gemiste kansen. Maar wat we moeten doen, je moet een aanzet geven. Ik heb in de tijd hier gesproken, laten we niet meer doen aan vingerwijzing. Laten we elkaar als slachtoffer zien van het systeem. En daarmee zoeken wij een gezamenlijk vertrekpunt. Toch? Om verder te gaan. Maar op het gebied van belastingen is er heel veel werk aan de winkel.